Cheftap wordt s morgens rond 5 uur op straat neergestoken door haar gescheiden echtgenoot. Haar begeleider Hakkan, 31 jaar, is ook aangevallen. Beide overleven zwaar gewond en zijn opgenomen in het ziekenhuis. Op de middag gaat de dader ook naar het ziekenhuis, waarschijnlijk om zijn vrouw opnieuw aan te vallen. Hij wordt gearresteerd voor het ziekenhuis door een speciale politieeenheid. Het arrestatiebevel is later voor poging tot doodslag. In de zomer van 2009 komt er een proces voor de Arondische Mensenrechtbank in Berlijn. Resultaat helaas onbekend. Hakkan is waarschijnlijk niet de juiste naam van de begeleider. Bedankt voor het bekijken van deze video en het helpen opbouwen van een grote database met verhalen over eervraag. Abonneer je op ons kanaal onderzoek eervraag.